Ja, duurzaamheid zal een belangrijk item worden in het mobiliteitssysteem de komende 10 jaar. Ik denk dat we dat op een aantal vlakken terug zullen zien. Als duurzaamheid niet al een doel op zich is in het mobiliteitssysteem, zal het in ieder geval een belangrijke randvoorwaarde zijn, maatschappelijk gezien. Ik denk dat we niet zullen accepteren dat het verkeer minder duurzaam zal worden. Nou, wat we zullen zien, dan denk ik een paar dingen. Ten eerste zullen we andere aandrijftechnieken in voertuigen zien. We zien nu al natuurlijk elektrisch rijden, dat is al in een behoorlijke opmars. Ja, de ontwikkelingen op het gebied van autonoom rijden zullen de komende 10 jaar verder doorgaan. Dus de afgelopen jaren zijn er best wel wat stappen gezet. Autonoom rijden is een beetje een verzamelbegrip, daar kun je een heleboel dingen onder verstaan. Nou, wat gaan we nu doen om te zorgen dat die ontwikkelingen de komende jaren op een goede manier zich gaan doorzetten? En op een goede manier betekent goed voor de veiligheid, goed voor doorstroming, goed voor het milieu. Dus om te beginnen zorgen dat er meer bekendheid komt over deze systemen. Maar tegelijkertijd ook mensen leren met deze systemen goed om te gaan. Maar goed, het kan voor de wegbeheerders heel interessant zijn om bijvoorbeeld eens te kijken naar de kwaliteit van hun wegmarkering. Zorgen dat die zo is dat camerasystemen in auto's die wegmarkering, die beleiding goed kunnen zien. En waarmee die auto's dus veiliger, soepeler kunnen rijden. Nou, dat is voor die fabrikanten leuk, want die kunnen daarmee die auto's beter verkopen. Maar het is tegelijkertijd voor de wegbeheerder en voor de overheid ook leuk. Want daarmee dragen die voertuigen meer bij aan het behalen van de beleidsdoelen. Het gebied van veiligheid, het gebied van doorstroming, milieu. Ja, hoe kunnen we de file-druk de komende jaren wat gaan verlichten? Dat is een heel interessante vraag natuurlijk. Het antwoord zal zijn dat er niet één tovermaatregel uit de kast getrokken kan worden. Het zal een combinatie van dingen zijn. Het prijsbeleid waar nu veel om te doen is, ja, als dat inderdaad gaat komen, zal dat zeker een effect gaan hebben op de file-druk. We zullen dan toch een spreiding van het verkeer in de tijd gaan zien, waardoor de spitspieken toch wat afgevlakt zullen worden. Hoe dat precies gaat uitpakken, weet ik niet, maar het zal een effect hebben. Daarnaast zal ook het slimmer worden van het verkeer ook zeker een effect kunnen gaan hebben. Als wij in staat zijn om voertuigen met elkaar te laten communiceren op onze snelwegen, dan betekent dat we een heleboel rare verstoringen die we nu zien, waardoor files ontstaan, de zogenaamde spookfiles, dat we die voor een belangrijk deel uit kunnen halen. Dus dat voertuigen die stroomafwaarts rijden en een bericht sturen naar het verkeer wat achterop komt, dat ze wat zachter moeten gaan rijden, wat minder hard, en dat ze daardoor zo'n verstoring kunnen uitdempen, waardoor we met z'n allen misschien met iets lagere snelheid wel gewoon door kunnen blijven rijden in plaats van dat we allemaal stilstaan. Ik kijk ernaar uit om met u in gesprek te gaan over de succesfactoren voor de zelfrijdende, semi-zelfrijdende auto's.